welkom bij een nieuwe video. Vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Het is juni. Wat dus betekent dat wij in België examens hebben? En ik weet dat mijn Nederlandse vrienden geen examens meer hebben, maar toch ga ik deze video maken. Vandaag ga ik jullie 50 tips geven om geen examen te maken. Ga ik Banjo Movies nadoen? Dit is een concept, dus shout out naar Banjo Movies. Maar ik heb wel mijn eigen tips en ik wil deze video al lang maken. Dus dames en heren, let's go. Smash zeker een duimpje omhoog op deze video als je het vet vindt. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, let's fucking do this. Acid, waarom zou je geen examens willen maken? Dan ben je niet door je jaar of shit the fuck up. Let's go. Leren, maar mijn cursus had geen zin. Het was zo mooi weer buiten dat ik naar buiten ben gegaan. De zon scheen en mijn ogen waren verbrand en ik kon mijn cursus niet lezen. Ik zette deze pet op mijn hoofd en ik kon niks meer zien. Ik heb mijn ouders betrapt toen ze sextape aan het opnemen waren en daarna had ik geen zin meer om te leren. Mijn broertje die in China woont vroeg om bijles. Ik ben naar daar gegaan en ik ben nu pas terug, dus... Ik had geen internet en ik kon de video van Ace niet zien waarin hij tips geeft. Dus ik heb geen smoesje waarom ik mijn examen niet kan maken. Ik was verstoppertje aan het spelen met mijn cursus en ik heb hem nog altijd niet gevonden. Mijn mama zei dat eten klaar was, dus ik ben naar beneden gegaan, maar het was nog niet klaar en toen heb ik daar heel de avond gezeten. Een vriend vertelde mij dat ik examen had vandaag, maar ik geloofde het niet en nu blijkt het toch zo te zijn. Hebben wij examen? Yo, ik wist echt niet dat we examen hadden, sorry. Wanneer is het gezegd dat we examen hadden en ik heb hier niks van meegekregen? Ik moest mijn telefoon opladen. Wat zijn examens eigenlijk? Ik heb mijn kamer opgeruimd en ik vind mijn cursus niet meer. Mijn onzichtbare hond had de sleutel van mijn huis opgegeten, waardoor ik niet binnen kon en waardoor ik ook niet kon studeren. Mijn denkbeeldige nicht was jarig en ik moest naar een verjaardagsfeestje op de andere kant van de aarde en Ik was Monopoly aan het spelen tegen mezelf. Mijn vrienden in Nederland zeiden dat zij geen examen hadden, dus ik dacht dat ik ook geen examen had. Ik ging naar de cinema om de nieuwe Harry Potter te zien, maar die was er nog niet, dus ik heb gewacht tot die uitkwam. Ik had 20 tips gezien om geen examen te maken, maar er zat er geen één goede tip bij, dus... De pizzakourier had geen pizza's mee. Ik was aan het leren voor chemie, maar toen is mijn cursus ontploft door een experiment en ik heb niet kunnen leren. Ik was mijn bed aan het opmaken en ik ben in slaap gevallen. Ik was aan het kijken naar DutchTuber en ik heb me doodgelachen en ik ben net gewoon weer tot leven gekomen. Ik dacht dat examens een prank waren, maar het was een fake prank. Yo, ik ben hier om de examens te maken. Just a prank, bro. Ik ga weer naar huis. Ik had gehoord dat er een meeting was. Mijn armo was right en Snap King, maar ik was geweest en het was just a prank kill. Dus ja. Ik deed de zonnebril aan, maar er was geen zon. Mijn mama was mijn naam vergeten, waardoor ik niet kon leren. Ik had een pakketje besteld op de deep web, maar het is niet aangekomen. Ik had een derde struik, dus ik kon niet leren. Dus kan er nu iemand zeggen wat examens zijn of zo? Zou het een probleem zijn als ik de examens gewoon niet maak? Sorry, maar ik kan echt niks op dit blad schrijven zonder mijn advocaat. Zijn er toevallig nog mensen in de zaal die niet weten wat examens zijn? Ik was aan het slapen, dus ik kon niet leren. De tips van AC trokken echt op de kloten. Ik had Acid zijn video nog niet geliked en dan ben ik ineens random doodgeschoten door een sniper die eigenlijk uit de virtuele wereld kwam, maar dan toch niet was, maar ik voelde wel de kogel. Ik was een potje voetbal aan het spelen tegen mijn buurjongen, maar die is toen weggegaan en toen is zijn huis ontploft. Ik was op dit YouTube gathering en ik had de hele middag in de rij gestaan voor Enzo Knol en hij was er niet. Ik heb recht op één telefoontje naar huis voor ik dit examen ga invullen. Ebola was uitgebroken in mijn huis en we moesten evacueren. Brandalarm ging af in mijn huis en ik moest alle spullen laten liggen van het brandweer en alles is opgebrand. Ik had iets gelezen in de krant van examen uitstelling, maar blijkbaar is dat toch niet waar. Mijn mama had gezegd dat ik vandaag examen had, maar ik dacht dat dat een prank was. Weet er alsjeblieft iemand wat examens zijn? Ik wou wel leren, maar ik heb het niet gedaan. Ik zag een vlieg in mijn kamer, ik sloeg die dood, die is ontploft. Heel mijn kamer was weg, het was het enige verdiep van mijn huis die ontploft was. Ik ben naar beneden gelopen, ik heb dat gezegd tegen mijn mama en ze hebben de nieuwe kamer erin gestoken, maar mijn cursus was weg. De aandeelhouder van mijn huis had beslist om het huis af te breken. En deze tips sloegen echt helemaal nergens op, dus ik ga stoppen en doe een duimpje omhoog en ik ben eens zitten en ik zal zeggen, yo. Kan ook gewoon je examens maken en erdoor zijn. Ja, yo. Hello. Ik ga er niet door zijn.